Het percentage dat hij ontvangt is volgens Ronnie Flex slechts 15% en dat is klaarblijkelijk aan de lage kant. God weet dat ik 75% van het werk deed, schrijft hij op het social media platform. Het is ik in mijn eentje tegen Universal. Ik betaal mijn advocaat vanuit mijn eigen zak, maar ik vecht tegen Justin Bieber money. Ik ben gewoon geoverd, niks meer niks minder. Ook beschuldigde Ronnie Flex topnotje ervan dat ze hem proberen te wissen uit de geschiedenis. SHT post toen over Nieuwave en mij en de zesde slide ergens in de achtergrond tevoorschijn laten komen, alsof ik niet aanvoerder was van het hele toernooi. Waar we ook nog eens de beker mee naar huis namen. De grote Ronnie Flex deed volgens zichzelf echt alles bij topnotch. Ik ben de leading artist, co-producer, engineer, A&R, en studio schoonmaker geweest van mijn albums en het in specifiek Remy. Tuurlijk kan ik niet stoppen met Trip & Kill, laat me, om het af te sluiten voor vandaag. Ik heb een hoop dingen gedaan op de achtergrond die niet alleen het label maar ook hiphop in het algemeen naar een hoger niveau brachten. Ik zal niet toelaten dat zij doen alsof ik een of andere pion ben die gewoon hongerig is voor geld. Ik heb veel gedaan voor Nederlandse muziek en ik verdien compensatie. Komende dinsdag gaat de Ronnie Flex protesteren tegen de platenmaatschappij. Ik ga er 100% voor zorgen dat er Sjaaps is dinsdag voor de mensen die vasten breken. Ik weet niet of ik iedereen kan regelen, maar laten we rekening houden met onze broeders en zusters. Koekoek.